Nou is het mooie van op vakantie gaan, vind ik vaak, dat je heel even de realiteit kan ontsnappen. Ja, dat je ja, heel even gewoon een andere plek, andere omgeving, andere mensen wellicht om je heen hebt. Die je gewoon even helemaal uit je dagelijkse leven trekken. Ja. En eigenlijk dat gevoel wat vakantie met ons kan doen, dat we helemaal in dat moment worden gezogen, dat wil ik als basis gebruiken voor dit experimentje. Zou je even recht voor je uit willen kijken? Ja. Ik zal mezelf nog even één keer voorstellen. Ik ben Victor. Zet je hand maar tegen je voorhoofd. Sluit je ogen en ontspan je heel erg rustig, diep en ontspannen. Waanzinnig goed gedaan. Heel erg diep en rustig en ontspannen. Nog 10 keer zo sterk. Vanuit deze rust en mentale concentratie ontspan je helemaal rustig en fantastisch. En ga ik je het volgende vertellen. Dit wordt super bizar voor je, maar tegelijkertijd extreem normaal en fijn. Ik knip zo meteen in mijn vingers. En dan ben je vergeten waar je vandaan komt. Je weet je woonplaats niet meer. Alles is compleet normaal en fijn. Maar je bent totaal vergeten waar je vandaan komt. Het is weg, vergeten, kwijt. Alleen maar als ik in mijn vingers knip. Waanzinnig goed gedaan. En hou dit fijne gevoel vast. 1, 2, 3. Open je ogen. Kijk maar recht voor je uit. Alles is compleet normaal en ontspannen. Maar het is weg. Gaat het goed? Ja, gaat goed. Zeg Marion, als ik je zo vraag, hè? Wat is je woonplaats? Het is helemaal verdwenen. En hoe meer je het probeert terug te halen, hoe meer het verdwijnt. 10 keer zo sterk. Ik weet dat het verwarrend is. Wat is je woonplaats, Marion? Hier? Nee. Je komt ergens anders vandaan. Dit is de camping. Ja. Je komt ergens vandaan. Wat is die plek? Je weet het echt niet meer, hè? Nee. Nee, het is gewoon echt helemaal alsof er een klein hapje uit je geheugen is genomen. Ja. Want je weet toch wel dat je een woonplaats hebt. Je bent hier met z'n allen naartoe gekomen. Ja. Gek. Want wat is je naam? Marion. Mm-hmm. En wat voor werk doe je? Ik ben juf. Wat is je woonplaats? Ik weet het niet. Dat is even weg gewoon. Ja. En het gekke is, dit is alleen maar jouw brein wat het zich inbeeldt. Want stel je nou voor dat ik hier die gedachte van die woonplaats heb, die ik in 1 keer fysiek terugbreng in je brein. 1, 2. Wat is je woonplaats? Julianadorp. Ervaar het eindelijk zelf. Ga naar victormitslife.nl.